De staat zal uitgegeven gronden die niet toegankelijk waren voor burgers die willen bouwen, ontsluiten. Dit benadrukte president Chandrika Prasad Santokhi gisteren tijdens het start zijn van het bouw- en woonrijp maken van de gronden langs de Libanonweg in het district Vanika. Het staatshoofd merkt op dat de eerste projecten binnenkort zullen worden aangepakt. We hebben heel wat projecten geïdentificeerd. Dat zijn projecten die van de staat zijn, waar percelen zijn uitgegeven en die percelen niet toegankelijk waren voor de burgers. Tientallen jaren lopen mensen met een beschikking en ze kunnen geen toegang krijgen tot hun perceel. En als je geen toegang hebt tot je perceel, dan heb je ook geen toegang tot goedkoop kapitaal wat wij ook gecreëerd hebben om je woning te bouwen. Dus wij hebben gezegd, we gaan die gronden allemaal identificeren. En als regering gaan we zorg dragen dat die gebieden ontsloten worden. Santokhi geeft verder aan dat uitgegeven percelen te Reeberg als eerst zullen worden ontsloten. Tweede is Pepperpinweg, Merveilleweg, wat ontsloten wordt op dit moment. Daar hebben mensen percelen langer dan 15 jaar al gehad. Vervolgens hebben we Krippie, wat ontsloten zal worden. En vervolgens hebben we ook projecten in het district Kommerwijnen, Voorburg, wat ontsloten wordt op dit moment in het kader van AHP, Affordable Housing Programma. En dan hebben we Richelieu, waarmee we binnenkort van start gaan met ontsluiten. In Nikeri hebben we Hazard project, waar we al overeenstemming hebben bereikt met ook de contractor, dat binnenkort ook Hazard ontsloten wordt. De president zei ook dat het ontsluiten van de kavels wil zeggen dat het probleem van de woningnood serieus wordt genomen. De burger kan volgens Santokhi zelf bouwen of in aanmerking komen voor een financiering via lokale banken tegen een rente van 7%.